Wat dacht jij in rust? Nou, ik heb gezegd dat ik het onvoorstelbaar vond dat we, achterstaan met 1-2 als je zo goed voetbalt. En, ik was ook benieuwd hoe wij de teleurstelling van afgelopen donderdag verwerkt zouden hebben. Hoe begin je aan een wedstrijd? Ik heb ook de eerste helft van die jongens genoten en alles ging goed. Het is jammer dat het maar 1-0 is. Je krijgt de kans op 2-0, 3-0. Dan speel je waarschijnlijk een hele andere, makkelijke wedstrijd. Nou, dat is niet gelukt. Sterker nog, je komt door twee keer dat hun voor de goal zijn. Twee goals sta je 1-2 achter. En ja, dan wordt er weer een enorme vraag aan die jongens gesteld van de teleurstelling, de mentale weerbaarheid met name, de vermoeidheid. Ja, hoe gaan we daarmee om? En, ja, ik heb daar die jongens wel net na de wedstrijd een heel groot compliment voor gegeven. De situatie waarin wij verkeerden. Als je dan zo terugkomt met zo goed spel, met zoveel energie, fysiek, dat is mooi. Want dat kan ook de andere kant opvallen, wou je zeggen? Als je zo'n tik krijgt 10 minuten voor tijd? Ja, dat weet je nooit. Als je zo'n tik krijgt, dan kan het zo zijn dat je de kop laat hangen en dat er vervolgens niks meer uit die jongens komt. Maar ja, mij gaf voldoening. Het antwoord? Het antwoord, maar ook hoe we de eerste helft gespeeld hebben. Als dat al zwoegen was, ja, dan was je er waarschijnlijk niet overheen gekomen. Maar toen speelden we goed en daar hebben we wel op aangedrongen. Vertrouwen uitgesproken naar die jongens. Ga door met dat voetbal, blijf doorgaan achter die laatste lijn te komen. Dan kan het niet anders dan dat je deze wedstrijd pakt. Alleen, er wordt heel veel gevraagd van jullie vandaag. In de vermoeidheid, met name het fysiek, op een zwaar veld. Ja, en dan echt heel mooi. Is het onverklaarbaar, die 2 tegen goals? Is het een beetje pech? Wat is het? Nou, je moet altijd de goals analyseren. En er gaan dingen wel niet goed natuurlijk. Daar moeten we ook niet moeilijk over doen. Maar aan de andere kant is het meer de vraag van, hey, wat doe je vervolgens daarna? En dat is wat ik net zeg. Daar ben ik wel heel content mee over hoe we zijn door blijven gaan. En hoe iedereen op zijn tandvlees dit er nog uit kon persen. Ja, dan zie je gewoon dat het op dat moment gewoon prima zit in die groep. De mentale weerbaarheid is eigenlijk het bonuspunt. Hè? Je pakt vandaag gewoon 3 punten in de competitie, maar het karakter? Ja, op karakter. Maar meer nog de manier waarop. Ik vind dat we echt goed gespeeld hebben. Hè? Laten we dat voorop stellen. En dan kun je altijd wel makkelijk, ja, het is Fortuna of wat dan ook. Nee, je moet het nog maar even doen na de teleurstelling. Dus natuurlijk, het mentale gedeelte is een heel belangrijk iets. Ook omdat men altijd zegt van, hey, als het wat druk op de ketel komt bij AZ, dan zijn ze er niet. Nou, er was vandaag druk, want ik was ook nieuwsgierig van, hoe pakken we dit op? Teleurstelling van de rust. En als je dan dit met z'n allen teweeg kan brengen, dan... Heb je sommige spelers nog wel bij de lurf moeten pakken inderdaad, na die uitschakeling van kom op, kop omhoog? Nee, ja, moet er door. Ja, maar dat geldt voor iedereen. Als staf ben je alleen maar bezig om het elftal weer bij elkaar te rapen. En andersom in ons, want wij hebben natuurlijk enorme, net zo grote teleurstelling als dat die jongens hadden. Maar je weet ook dat uit ervaring, ja, wat gebeurd is gebeurd, we moeten verder en we gaan door. En dat is allemaal makkelijk gezegd hier voor de camera, maar ook naar die jongens toe. Het moet nog wel gebeuren. Ja, praat is één, maar uitvoer is 2. Dat bedoel ik. En het moet nog wel gebeuren. En ja, dat zeg ik. Dan zie je dat het goed zit. Svensson haalt er relatief vroeg weer vanaf. Jonas, heeft met zijn gesteldheid te maken? Nee, Jonas gaf zelf aan. Hè. Ik had ook de afspraak met hem van Jonas, we gaan starten en we zien hoe lang het gaat. Nou, hij gaf zelf aan, trainen het is genoeg. Dus je ziet ook hoe hij belangrijk is weer. Voor het elftal, het uur wat hij gespeeld heeft. En dat kunnen we nu weer uitbouwen naar meer. En ik ben heel blij met de invalbeurt van Ricardo ook weer. Hoe die dat, ondanks dat hij natuurlijk op de beste manier het veld inging. Dat is niet wat je graag wil in je eigen stadion. Wat bedoel je, omdat hij uitgefloten werd en toen een beetje cynisch applaudisseerde? Ja, dat vind ik niet goed. Het zijn onze eigen jongens. We doen dat met z'n allen. Ik zal nooit mijn spelers daarin afvallen. Iedereen is er één die alles doet voor het team, voor de club. Ja, dat vind ik jammer. Maar als je het dan over mentale weerbaarheid hebt, als je zo het veld in moet komen in een lastige wedstrijd, die we wel goed spelen en je valt zo in, nou, dan vind ik het wel ook weer knap. En hij heeft keurig het publiek bedankt. Dat was de vorige keer wat lastiger. Ja. Ja, maar ik vind ook dat je daar altijd boven moet staan. Als speler, als groep. Ik vond het heel mooi de reactie van de rest van de spelers. Van, hey, ophouden allemaal, hij is een van onze teammaatjes. Dat zegt denk ik eigenlijk alles van deze wedstrijd. Dat we als team er stonden op het moment dat het moest en we deze wedstrijd hebben gespeeld. Nog één ding, Wouters heeft weer minuten gemaakt. Hoe is het nu met hem en hoe ziet zijn toekomst eruit? Nee, het gaat heel goed, anders hadden we hem niet gebracht. Hij heeft natuurlijk heel lang niet gespeeld.
Heeft een terugslag gekregen naar het trainingskamp in de winter. Waarin hij natuurlijk de wedstrijd tegen, wat was het, Fenerbahce speelde. Maar daarna is hij hard aan het trainen gegaan om weer daar te komen waar hij graag wil zijn. En ja, dat is toch op het veld. En ja, het was het moment daar. Het was niet alleen maar om hem te gunnen. Ik denk ook dat het even nodig was om het elftal in die fysieke vermoeidheid die er toch opkwam, zeg maar. Om het elftal neer te zetten en dan Teun naar het middenveld te doen. En dan was er een plekje voor Stijn. Dus. Maar je zegt een terugslag, dat betekent dus weer bij die buik Lies waar die... Hij heeft geen terugslag. Het elftal had eventjes wat moeite, hoor, fysiek. Op het maar eind. Wouters is natuurlijk na Utrecht, is hij 10 minuten ingevallen. Is hij er nu 6 weken uit geweest? Dat zeg ik. Hij heeft toch een terug. Daarom was hij er niet bij. Hij heeft een andere blessure opgelopen dan de blessure die hij had. En daar is hij nu van hersteld. En dat was de vraag namelijk. De vraag was, wat had hij dan? Dan kun je dat misschien... Vanwege de privacy mogen we tegenwoordig niet meer ons vragen. Niet? Het was een andere blessure dan... Okay. Dus, dat kan je niet zeggen. Nee, maar dat is helemaal niet belangrijk. Hij is fit. Nee. Dus hij kan... Hij kan meer dan dit. Dus dat is alleen maar goed.